Luis Beto da Silva traint pas sinds kort mee met het eerste van PSV. Maar de Peruaanse international lijkt een jaar nadat hij naar Eindhoven kwam alweer te vertrekken van de hertgang. Hij kan naar Grêmio in Brazilië. En ja, hij is een beetje ongeduldig bij PSV. En dat is misschien ook niet zo onlogisch. Kijk, die jongen is Peruaanse international. 20 jaar, ja, jong en wat ongeduldig. Omdat hij wil natuurlijk gewoon spelen. Het is ook een beetje een gekke situatie natuurlijk. Dat iemand international is. En aan de andere kant nog geen minuut in het eerste elftal speelt. Dus het is niet zo gek dat hij wat ongeduldig raakt. Is hij gewoon niet goed genoeg? Of waarom heeft hij nog niet in het eerste gespeeld? De spelers moeten bij PSV ook gewoon achteraan in de rij kunnen aansluiten. En dat is wat een beetje, ja, dat is wat er een beetje aan ontbreekt op dit moment. Kijk, hij heeft natuurlijk Bergwijn voor zich, waar PSV volop in zit. Hij heeft nu nog Josefsson voor zich, hij heeft Narsing voor zich gehad. Ja, Locadia komt weer terug. Nou ja, Pereiro en de Jong staan natuurlijk nog in de voorhoede. En Cocu denkt, ja, ik kan hem niet zomaar in één keer inbrengen en anderen dan passeren. Dus in die zin is het ook niet helemaal onlogisch dat PSV zegt van ja, we kunnen hem op dit moment nog niet inbrengen. Aan de andere kant, ja, als er nog een aanvaller vertrekt, ja, zou het kunnen dat Beto misschien promotie maakt naar de A-selectie. Maar ja, het lijkt er niet echt op dat de bedoeling is. Ik denk dat hij deze maand gaat vertrekken. Op het veld liet hij vandaag wel zijn voeten spreken. Hij scoorde 2 keer. Ja, nee, dat is denk ik ook de Beto die Cocu graag wil zien. Hè. Dat zei hij ook na afloop van de training. Dat zal hij dan wel vaker moeten doen. Maar ja, als Grêmio eruit komt met PSV, dan zal hij gewoon gaan vertrekken normaal gesproken. Verdient PSV nog wat aan hem? Ja, hij is vorig jaar transfervrij gekomen. Waarbij ik wel denk dat er wat makelaars wat verdiend hebben. Maar ja, hij zal ongeveer voor 1 miljoen euro misschien wel weg mogen. Ik heb begrepen dat daar ergens de grens ligt waar PSV wel wil praten. Het 500.000 wat werd geboden volgens Braziliaanse kranten, daar zal PSV geen genoegen mee nemen, verwacht ik.